Want Merik loopt al meer dan 11 weken met pijn aan de voet, met een dikke voet, opgezwollen. En eerst dachten we van nou, vocht, ja, kan toch, vocht op een ophoping op deze leeftijd. Hele goedemorgen lieve vrienden en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ja. Het is vandaag alweer vrijdag de 29e van de 7e 2022 en dat allemaal om de tijd 11 uur 38. Ik had een meisje zeven in de tuin. Piest. Zei ik Elwin dus, dat grote lobbers van mij. Pietje in dat badje. Ja, hallo! Dat staat niet voor buiten. Dat is ook nog weer leeg. Ja. Want ze gaan niet in hun eigen pietje. Vind ik vies. Ja. Maar dat komt straks wel. Ik ga eerst met ze lopen. Want om 12:30 krijg ik een Sanne hier om mijn huisje schoon te laten maken. Ja, want het is vandaag de 29e, dus dat klopt. 12:30 tot en met 14 uur moet ze hier aanwezig zijn om schoon te maken. Dus ja, in die tussentijd maak ik dat badje eventjes leeg en ik doe er even nieuw water in. Ja, en ik zie stof. Bah. Ik zeg stof, ik moet eraf. Ik had hem toch schoongemaakt, maar ja, met dit weer zit het er zo weer op hem, ja. Maar in ieder geval, ja, ik weet niet wat de dag mij brengen gaat. Karin die is niet helemaal in orde, dus ja, als ze komt, komt ze niet ook goed. Ze is wel in de helden, maar ze moet eerst aan zichzelf denken, vind ik. Ja, toch? Ja. Dus komt allemaal wel goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van je dag en geniet ook gewoon weer lekker met ons mee. Ja, iets anders kun je toch niet doen, wel? Of tenminste, als je je niet verveelt. Als je je verveelt, dan doe je met ons mee. Verveel je je niet, nou, dan doe jij je andere dingen. Ja, niks, niet erg hoor. Kijk gewoon in je eigen tijd, wanneer jij zin hebt. Zo is dat. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, de huishoudelijke hulp die is al lekker druk bezig. We hebben eerst even, zij wou even een stapje, want ze kwam met de bus, in de warme bus, ja, uit een dorp vandaan niet verderop. En ze is nou boven aan het werk, een jong meisje nog van 21 jaar, Sanne genaamd. Maar waar ik heel, heel boos om ben. Ja, dat is diezelfde arts die mij vorig jaar het ziekenhuis, tenminste dat vermoed ik, want we hebben over de invalsten van onze huisarts. Mijn huisarts, en ik noem geen namen, maar ik heb een huisarts, die heeft Meri ook. Die is nou op vakantie, maar hij heeft een invalster die hij inwerkt en die staat er alleen voor en die doet het niet goed. Want Meri loopt al meer dan 11 weken met pijn aan de voet, met een dikke voet, opgezwollen. En eerst dachten we van nou vocht, ja kan toch, vocht op een ophoping op deze leeftijd. Maar noppeniendo, nee, weet je wat het is? Gebroken, dat mens loopt van die sterft van de pijn. En daar liep ze mee, hè? Gebroken. Hier. Yeah. Dat mens moet er ontslag hebben. Wie laat nou iemand zo lang lopen? Doe je toch niet als dokter zijnde? 11 weken geloof ik zoiets. Het is te bizar voor woorden. Dat mens dat heb niet goed geleerd of weet ik van wat. Kijk, dat ik na mijn bevalling van Katja, mijn jongste, nou begint mijn neus te kriebelen. Ja,
Dat ik bevallen was van mijn jongste, was mijn rug ontzettend verbrand door een kruik die ik in mijn rug kreeg van een verpleegkundige. Maar die verpleegkundige, dat heb ik niet gedaan hoor, nee. Want dat lef had ik toen ook nog niet en ik wist ook de stappen niet te ondernemen. Maar de kraamhulp die ik thuis kreeg, die zag het, hoe groot mijn blaar was, want die moest het behandelen, want ik had ook een tube zalf meegekregen. Die blaar was niet al te klein, nee. En die heeft dus een klacht ingediend. En die verpleegkundige, ja, ik kan er niks aan doen, maar die heeft er ontslag gekregen. Want het was namelijk de zoveelste fout al die ze bij mij had geflikt. Dus hoeveel fouten heeft deze vrouw al niet gemaakt? Bij Mary. Ja, bij Mary, dat is dan de eerste keer. Maar hoeveel daarvoor en hoeveel moet er nog nakomen? Weet je? Ik zou een klacht indienen als ik Mary was. Maar in ieder geval, ik ben er boos om. Ja, ik sta helemaal achter Mary. Want dat, zo ga je niet met mensen om. Ja, er is er al eentje die zo met mensen omgaat. Van, laat me doodgaan. Nou ja, maar zo zijn wij niet. Nee. Maar ik vind dit wel bizar. Echt. Maar oké, lieve vrienden, ik ga ook weer verder. Want ik heb het badje al op zijn kop staan. Die heb ik al geleegd. Dat is alweer droog. Oh nee, niet meer op zijn kop. Maar hij is wel leeg. Ja, ik ga hem spoelen en doen. En dan zien we wel weer. Ja, dat komt helemaal goed, zou ik zo zeggen. Ja, toch? Nou, tot later. Daar zijn we weer. Ja, de hulp is net de deur uit. En ik moet er ook vandoor. Want, ja, Karen die heeft me nodig. Denk je van, Karen heeft je nodig? Ja, Karen heeft me nodig. Dat meisje is lang niet in orde. En ze heeft het een en het ander nodig voor medicatie. Dat moet ik even naar het kruidvat halen. En dat naar haar toe brengen. Nou ja, dan komt het helemaal goed. Komt het zelf wel goed. Ja hoor, want wij houden gewoon vol goede moed. Zij net zo goed. Ja, en ze staat gewoon haar mannetje voor de. Ze wil gewoon vandaag lekker in bed blijven. Nou, gelijk heeft ze. Uitzieken. Ze heeft weliswaar geen koorts, maar pijn. Ja, allebei de oortjes doen de au. Nou, dat is niet leuk. Nee, echt niet. Echt niet leuk. Nee, ik weet wat het is. Ja, ik weet wat het is. En dat is echt niet fijn om oorontsteking te hebben. Maar oké, ze moet ook neusspray hebben. Ze moet nog wat hebben. Maar dat staat in de telefoon. Dat ga ik zo even overpennen. Dat is wat makkelijker. Dus ja, dat dus. Maar ja, ik neem jullie wel mee. Maar tot zover en niet verder. Ik vlieg toch heen en weer. Dus jullie gaan in mijn tas. Dus jullie zien niks. Nee, ik doe dat gewoon weg. Punt. En ik ben ook met een vlog bezig. Nou, daar kom ik ook niet verder mee. Nee, dat staat me maar zo. Ja, nou ja, ik kan er verder nog niks mee doen. Want als er eentje staat te stofzuigen, kan ik niet luisteren naar mezelf van waar wil ik het eraf geknipt hebben of wat dan ook, weet je. Maar oké, komt allemaal goed. Ook is het badje alweer gevuld. Ja, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Zo, ja. Ah, er zit alweer water in, dat zien jullie wel, hè. Ja, ook heb ik al snoepjes hier gehad. Elwing heeft er met een pootje, voorpootjes erin gestaan. Rijk heeft met de pootjes erin gestaan, want allebei hun doekjes hangen daar. Dus ja, maakt allemaal niet uit. Ik zou zeggen, wij gaan er gewoon vandoor. En de rest komt later wel. Ik moet ook mijn telefoon leeghalen, want ik weet bij hoog en belaag niet. Hoeveel ik nog filmen kan. Nee, omdat het ook van zaterdag er allemaal nog op staat met al die luchtballonnen. Dus ik moet het nodig afhalen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van je dag. En geniet ook weer lekker met ons mee. Ja, lieve vrienden, het is reeds alweer avond. Ja, het is 19:34. Ik heb de televisie aan, dat is voor de meiden. En ja, ik ga naar Mary toe. Ja. Ze zit met de voet in het gips, dus ik ga even lekker bij haar zitten. En dan zien we wel weer wat. Of ik dat vlog, nou ja, ze zal wel niet willen, nou. Nee, want dat is niet fijn, hè? Nee, echt niet fijn.
Maar oké, lieve vrienden, maakt niet uit. Ik wens jullie wel in ieder geval een hele, hele, hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet ervan. Het is nog mooi weer, dus het kan. En voor later op de avond uiteraard wel rusten, slaap lekker, met mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Ja? Het kan een beetje warm worden. Ja, hij staat niet. Kijk, hij is gewoon trillen meer. Ik heb hem niet. Hij staat niet. Daarom is het druk. Gaat het toch, schat?
Mm-hmm. Nou, net aan. Net aan. Jongen, het is wat. Een hele operatie. Nou, hè. Je had vroeger ooit mijn rechterarm in gips gehad. Was op twee plaatsen gebroken. Ook te laat naar het ziekenhuis gestuurd. Och. Een dag erna. Ja. S'nachts niet kunnen slapen. Ach. Werd er ook gezegd, zwaar gekneusd, hè? Nee. Ja. Ook door een invalarts. Maar dat was niet hier. Dat is de dokter uit. Nou, vertel eens, schat, wat is er gebeurd? Nou, wat moet ik vertellen? Nou, je bent gevallen. Wanneer? Van de trap, 9 weken terug. Ja. En ik loop er al 9 weken mee. Ja, en dan is hij vanmiddag in het gips gezet. Ja. En nou kreeg je er last van dat hij tintelde. Hij slaapt? Hij slaapt tot en met. Oh, dan gaat hij weer rollen. Weer rollen? Nou ja, dat hij even wel dicht ja, blijft. Ja, is dit glad. Scherp. Ja. Als u maandag eventjes opnieuw belt, kijken ze de maandag even opnieuw naar. Gewoon een gipskamer bellen. Heb je daar telefoon van en dan moet je vragen? Nee, ik heb geen nummer. Nee. Ja, als u 3x69 belt, belt u de receptie. Dan kunt u laten doorverbinden met gipskamer. 69. Heel makkelijk onthouden, toch? Ja. Kijk, nou, kijk de broek ook even naar beneden. Anders is het zo koud op de booster. Het is al zo koud op die booster. Ja. Het is s'avonds niet warm, hoor. Je bent alleen tegen mij gezegd, hou je tenen in de gaten. Nou, dat deed ik. Ja. Maar die werden niet blauw. Nee. Ja, want ik zat al op internet te zoeken. Maar ja, ik wou ook al vragen, als je het indrukt, net zoals bij je vingers, wordt het wit of niet? Nou ja, het wordt wit bij mij, wordt het ook wit, dus ja, bloedomloop is goed. Ja, zet je camera nou maar uit. Ja, dat gaan we doen. We sluiten weer af. Ja, lieve vrienden, ik vergat helemaal weer af te sluiten deze dag. Want we leven alweer op zaterdag. Maar ik moet nog slapen en het is al reeds vroeg in de ochtend, 18 minuten over 4. Maar ik sluit wel de vrijdag nog even weer af voor de tweede keer. Want ik had al afgesloten voordat ik naar Mary ging. Blijf nou even liggen. Ja? Oké. Voordat ik naar Mary ging. Maar ik ben met Mary met spoed naar het ziekenhuis gegaan. Want het zat niet goed met dat gips. Nee, het was helemaal te strak. Dat mensje had helemaal last. Dat ken je niet, hè. Dus nou, wat jullie hebben gezien is dus gebeurd. En dan moet ze maandag de gipsafdeling weer bellen en dan moet ze weer opnieuw gegipst worden. Maar ja, het is niet anders. Maar in ieder geval, lieve vrienden, zou ik nou zeggen, rusten, slaap lekker en mooie dromen en gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot over een aantal uurtjes. Doei!